Ja, maar hierachter is het heel hard. Kan ik daar wel... Zit daar niet die tegel? Oh. Ik heb hem nu helemaal erin geslagen. Ja! Ja! Hey, goedemorgen. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe verhuisvlog. Ik ben Lotte. Het is vandaag donderdag. Ik sta op het punt om de deur uit te gaan. Ik ga met Kim naar de markt hier in de buurt. We zijn al een paar keer op de markt vlakbij het station geweest op Utrecht-Vredenburgplein. Maar nu gaan we naar de markt in Overvecht. En ik ben heel erg benieuwd hoe die markt zal zijn. Ik hoop dat ze wat voordelige groenten hebben, wat fruit, misschien wat andere lekkernijen. Daar heb ik wel zin in. Ik ben weer terug van de markt en ik zal eventjes laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb gekocht allereerst een pot met heel veel feta. Die heb ik bij zo'n Turks winkeltje gekocht. Love it. Dan heb ik 4 citroenen gekocht en 2 avocado's en sambalkaas en truffelkaas. Vind ik gewoon lekker van die speciale kaasjes. Bij het snoepje heb ik krentenbollen gekocht en eierkoeken. Bij de snoepkraam heb ik een zakje snoep gevuld. En ik ben nog even naar Action geweest trouwens. Daar heb ik nog wat meer van deze voorraadpotten gekocht. Omdat ik toch nog wat dingetjes tegenkwam die ik ook graag in potten wil hebben. En ik heb nog 2 bosjes groene asperges gekocht. Die waren 2 voor 3 euro of zo, of 3,50. Vond ik best wel voordelig vergeleken met hoe je het in de supermarkt koopt. Dus ja, dat waren mijn aankoopjes. Er kwam net een pakketje binnen met sportkleding van Stronger. En ik wil het sporten weer wat meer gaan oppakken. Tijdens de verhuizing heb ik gewoon heel weinig gesport. Terwijl ik er daarvoor echt heel erg lekker in zat. Ik ben het al wel weer sinds 2 weken nu ongeveer een beetje aan het oppakken. Maar ik wil eigenlijk weer terug naar 3 keer in de week sporten. En nu ligt het een beetje op 1 à 2 keer in de week nog. En ik heb nog geen matje hier, dus ik doe het nu gewoon op de grond. Wat niet heel erg bevorderlijk is voor je knieën en je rug, kan ik je vertellen. Maar ja, beter iets dan helemaal niet. Maar ja, ik denk dat deze nieuwe sportkleding mij wel kan motiveren. Alle items zijn van Stronger. Daar heb ik wel eens eerder mee samengewerkt. En ik mocht weer wat items uitkiezen. En ik ben echt dol op hun sportkleding. Omdat het gewoon super goede stoffen zijn. Dit topje bijvoorbeeld is echt heel erg lekker dik. Dat voel ik nu al. Ik heb ook een legging besteld. Nog een ander topje en een trui. Maar ik ga alles natuurlijk even aanpassen. Lekker zwart wel, zo alles bij elkaar. Allereerst deze 2 items. Ik ben voor deze super strakke top gegaan. Die echt mega veel ondersteuning biedt. Van een ribstofje. Het is ook echt een lekkere sportstof. Niet iets wat te glimmerig is of zo. Het voelt echt super stevig en kwalitatief goed aan. Het zit echt lekker strak. Daar hou ik van als ik aan het sporten ben. En ook voor als ik bijvoorbeeld ga rolschaatsen of zo. Dan moet het of heel losjes en luchtig zitten. Of heel strak. En deze zit dus heel strak. Met een racerback. En ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Oh, hier komen ook je schouders zo mooi in uit in dit soort modellen. En dan heb ik deze sportlegging uitgekozen. Hij is bijna helemaal zwart, maar hier staat dan het merkje Stronger. Het logo bedoel ik. En hier heeft hij een detail erop. Dat vind ik ook wel leuk, waardoor je net wat beter ziet dat het ook echt daadwerkelijk een sportlegging is. Hij sluit echt perfect aan. Ik heb trouwens een S genomen van alle sportkleding, mocht je het je afvragen. Ja, het zit gewoon echt super lekker. Helemaal goed en ondersteunend. Stevig. Wat ik heel erg fijn vind is dat het high-waisted is en ook echt tot net boven de navel komt. En dat hij ook lekker lang is. Want ik heb er altijd een hekel aan als leggings zo op gaan kruipen en dan tot hier komen of zo. Dus deze is lekker lang. Ja, helemaal happy met deze sportoutfit. Dan heb ik ook nog voor deze top gekozen. Die is net wat langer dan die vorige. Want ik hoef natuurlijk niet altijd mijn buik te laten zien. Doe ik wel heel graag, dat weten jullie. Maar ja, hoeft gewoon niet altijd. Dit is een top met wat dunnere bandjes. Dit is mijn BH-bandje en dit is het bandje van de top. Ook weer met hetzelfde zwarte ribstofje. Super, super stevig. Heel nice. Niet te glad, niet te synthetisch. En aan de achterkant zit hij dan zo. Ja, ook heel erg nice. En past ook super goed bij deze legging natuurlijk. Voor als ik dus geen blote buik wil. En dan heb ik nog een setje chill kleding besteld. Ja jongens, kijk dit lekkere chill outfitje dan. Dit is toch heerlijk. Deze trui is echt alles wat ik wil als ik gewoon lekker wil chillen. Dus deze hou ik denk ik ook even aan vandaag. Ik ben echt dol op deze trui. Ik vind namelijk heel vaak dat vrouwen hoodies, het is een hoodie uit een capuchon, dat die vaak veel minder
dik en lekker zijn dan mannenhoodies. Maar deze is echt gewoon echt als zo'n mannenhoodie. Weet je wel? Gewoon zo lekker stevig en lekker dik en warm en oversized. Ik hou er echt van. Ja, hij heeft dus een capuchon wat ik heel erg leuk vind. En deze matcht ook goed bij de legging omdat hij ook dat detail heeft. Maar goed, ik heb hem nu natuurlijk niet aan op de legging. En verder is hij gewoon all black en ik hou er ook van dat je zo hier in die zakken kan. Oh, dat vind ik zo fijn. Ik wil deze niet meer uit, deze trui. En dit is de broek. Dit is gewoon een heerlijke joggingbroek. Ook helemaal in het zwart. Hij heeft zakken. Dat vind ik ook echt super chill. Een joggingbroek zonder zakken is echt niks voor mij. Want ik heb altijd mijn telefoon in mijn zak. Dus dat heb ik echt nodig. Hij is lekker losjes. Maar ik vind het wel fijn dat hij aan de onderkant strak is. Ik hou namelijk niet van joggingbroeken die aan de onderkant los zitten. Moet echt strak zitten bij mijn enkels altijd. Het is gewoon een broek met hier zo'n lekkere brede elastieke band, zodat het ook niet drukt op je buik of zo. Ja, dit vind ik echt een heerlijk chill outfitje. Dus dit hou ik voor nu ook eventjes aan. Even de kaartjes eraf halen wel. Ik heb nu geheel toevallig voor alles zwart gekozen, maar je kunt bij Stronger natuurlijk ook terecht voor leuke kleurtjes, mooie prints, setjes, maar ook losse kledingstukken. Ze hebben niet alleen sportkleding, maar ook hele fijne loungewear, zoals bijvoorbeeld deze trui. En ik heb ook nog een kortingscode voor jullie geregeld met de code LIEFS20. Krijg je 20% korting op je bestelling. In de beschrijving vind je een linkje. En nogmaals de kortingscode mocht het allemaal te snel zijn gegaan. Ik ga nog even verder met het uitpakken van een aantal dozen die ik hier heb staan. Want ik heb hier een kastje waar ik graag mijn boeken en knutselspullen in wil doen. Dat is dit kastje. Die heb ik meegenomen uit het oude huis. En die wil ik dus heel erg graag gaan opknappen. Ik wil hem gaan schuren en dan een ander kleurtje geven. En ik wil de greepjes veranderen, zodat het echt een beetje een DIY projectje wordt. Maar ja, dat ga ik waarschijnlijk niet deze week doen, maar ik wil wel van mijn spulletjes af. Dus ik dacht, ik ga nu wel even het kastje vullen met spullen. Dat rijmt. Ja, ik ga eerst even de grote dingen een plekje geven. Pas dit hierin. Ja, kijk, dat is top. Past echt precies. En dan heb ik hier een doosje met allemaal pennen erin. Dat kan. Kan er net niet naast. Dat is wel jammer. Zo, ik heb weer een aantal doosjes uitgepakt. Dat geeft alweer veel meer rust hier bij de roze muur. Dit kastje blijft hier ook niet staan hoor. Tenminste, nou ja, weet ik nog niet. Maar niet in deze staat, want ik wil hem dus gaan DIY'en. Maar daar zitten nog cadeauspullen in. Dat is een lege doos, maar die kan ik vast nog wel ergens voor gebruiken. Hier heb ik nog eventjes geen plekje voor. Hier zitten pennen in. Dat past niet meer in het kastje, dus dat is ook niet helemaal ideaal. Maar goed, dit is even een tour door mijn knutselkastje. Hierin zitten allerlei dingen zoals pritstift, kleine punten slijpers. Allemaal van dat soort kleine handige bureau kantoorartikel dingetjes. Hier liggen allerlei stiften, brushpens en zo. Hier is waterverf, plakband. Daarachter mijn lijmpistool en nog meer plakband. En hier heb ik mijn washi tape. Hier heb ik wat glittertjes en hieronder allerlei schriftjes. En dan heb ik hier kleine boekjes en mijn bullet journals en nog wat washi tape. Nou, dat is dan dit kastje. En ik heb hier boven op mijn kledingkast ook meteen wat dingetjes gestald. Zoals mijn stiften, mijn Cricut Joy, die ik nog niet heb gebruikt. Maar daar wil ik wel graag een keertje naar gaan kijken hoe dat precies werkt. Daar zitten ook nog wat kleinere knutselspulletjes in.
ja, dat is wel heel erg fijn dat dat daarboven gewoon nog eventjes kan worden gestald. En daar zou ook nog wat op kunnen. Maar ik wil het natuurlijk ook niet per se helemaal vol hebben of zo. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En vandaag heb ik een beetje een rommeldagje in huis. Ik wil een paar dingetjes doen. Om te beginnen wil ik deze gaan ophangen in de slaapkamer. Daar kan ik dan mijn badjas aan hangen. Helemaal zin in. Of ga ik hem in de badkamer doen? Nee, in de slaapkamer. Dan kan ik daar mijn badjas aan hangen. Want ik vind deze heel erg mooi. Die heb ik van Charlotte gekregen. En ja, daar moet natuurlijk iets speciaals aan. Mijn badjas. Dat ga ik zo meteen doen. Maar eerst. Ik vergeet de hele tijd waar ik het heb neergelegd. Ik heb deze super handige, doorzichtige stickertjes van mijn moeder gekregen. Die wil ik even op een aantal deuren en greepjes plakken. Want er knallen nogal wel eens wat dingen tegen de muur aan. Waaronder hier van de koelkast en de vriezer. Kijk, want als ik dit open doe, dan knalt het tegen de muur. Niet heel chill. Dus daar ga ik eventjes wat dingetjes voor plakken. Er zitten allerlei verschillende formaten in. Maar ik vind denk ik die kleinste het mooist om te gebruiken. Want ik wil natuurlijk zo min mogelijk lelijke dingen op de muur. Ja, het komt precies met het hoekje zo tegen de muur aan. Dus daar wil ik even zo'n stickertje plakken. Ja. Oké. Nou, die dus. Is toch net even een wat rustiger gevoel als dat gewoon niet meer tegen de muur knalt. Ja, je ziet het wel, maar niet heel erg. Op beeld zie je het echt zo goed als niet. Kijk, daar zitten ze. Deze deur die naar de gang gaat, die knalt ook steeds tegen dat hoekje aan. Dus daar wil ik er eigenlijk ook even... eentje boven en eentje onder. Zo. Was dit het? Ja. En hier bij de balkondeur ook eventjes, want daar knalt hij tegen de verwarming. Die plak ik hier erop. Zo. Dit zijn van die kleine dingetjes die niet heel boeiend zijn, maar wel chill als je het eenmaal hebt gedaan. En nu wil ik eigenlijk mijn badjas even gaan ophangen aan dat haakje. Dat ik van Charlotte heb gekregen. En moet ik even kijken waar die dan precies moet komen. Ik denk hier. Ja. Dat vind ik wel leuk. Even kijken in mijn schroevendoosje, welke schroef er in dit kleine gaatje past. Deze is te groot. Ja, het kan ook met een spijker op zich. Ik heb hier allemaal leftover schroeven en zo. Er zit vast wel iets tussen dat ik kan gebruiken. Ja, ik denk dat ik het toch met een spijker moet doen. Ik ga het gewoon proberen. We'll see how it goes. Die moet er nu dus uit. Ja, die draag ik er natuurlijk nooit meer uit. Oh. Oké. Kijk, dat is toch cute? Op hoop van zegen dat het niet naar beneden gedonderd komt. Nu ga ik met Kim naar een bouwmarkt toe. Ik wil namelijk heel erg graag een plankje in de gang. En ik moet nog een coaxkabel trekken door de muur. Zodat ik ook daadwerkelijk mijn tv kan aansluiten. Ik heb natuurlijk nu wel gewoon kan gebruik maken van Netflix, Videoland, bla bla bla. Maar ik wil heel erg graag een coaxkabel ook in de muur. Zodat ik ook gewoon mijn tv abonnement kan gebruiken. En Kim zegt dat zij weet hoe dat moet. Nou, super chill. Ik weet het niet. Maar ja, dat ga ik dan dus straks ook leren. Heel fijn. Ik zoek ondertussen even mijn sleutel. Oh, die is hier. Ik heb nog een spiegel liggen in de berging. Die wil ik ook waarschijnlijk wel heel erg graag gaan ophangen. Misschien hier, misschien in de slaapkamer, dat weet ik nog niet. Moet even kijken of die hier past en of het hier niet te groot is. Anders ga ik hem in de slaapkamer ophangen. Maar ik wil sowieso dus graag hier een plankje. Hier is de voordeur, dus als je binnenkomt hier een plankje waar ik mijn sleutels op kan leggen. Mijn tas, dat soort dingetjes. Nou, mijn tas wil ik daar niet op leggen, maar je snapt wat ik bedoel. Gewoon een plankje voor als je binnenkomt. Is handig, toch? Ja, vind ik wel. Kijk, deze spiegel bedoelde ik dus. Die hing in het oude huis boven het dressoir en die vind ik nog steeds heel erg leuk. Alleen ik wist zo gauw even niet waar ik hem moest laten. Dus vandaar dat ik hem even in de berging had. Maar ik denk dat deze wel leuk is in de gang bij de voordeur waar ik het
net liet zien. En ik heb ook nog deze. Bedankt, assistente. Deze spiegel heb ik ook nog. Kijk uit, meid. Oh, meid, het is ook een kan. Weet je waar een beetje aan het denken? Nou? De kan van Ariel. Oh ja, 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 ja. Ja, inderdaad. Maar die is dan misschien wel leuk voor in de slaapkamer. Straks, ik hou het gewoon even erbij. En dan kan ik altijd nog het omwisselen. Als ik denk van, nou, ik vind deze toch te groot voor in de gang. Bla, bla, bla. Ja, ik heb besloten dat ik voor dit plankje ga. We zijn nu bij de Gamma trouwens. Maar dit, ja, dit heb je eigenlijk overal. Want dit is gewoon van een merk. Het is niet van Gamma zelf. Deze plank is 80 centimeter. En dan wil ik dus graag... Deze, die zitten dus aan de onderkant, zoals je het hier op het plaatje ziet. Maar ik wil dus de gouden en die hebben ze hier niet. Ik denk dat dat wel heel leuk staat, goud, bij mijn gouden spiegel ook. Maar, dus dan haal ik deze plank alvast hier. Deze plank halen we hier, want die is 60, die Janne. Oh ja, ik was hier zo mee naar huis gegaan als jij er nu niet was. En dan gaan we even naar de Horenbach, want daar hebben ze die in het goud. Naar de Horenbach? Nee, we moeten eerst op stap. We moeten nog een kookskabel. Oh ja, we moeten ook nog een kookskabel. Ik ben alweer helemaal overprikkeld. Ik zet daar de snoer aan. Hoe dik is ook zo'n kabel, weet jij dat? Ik weet dus nu niet zo goed waar ik naar moet zoeken. Ja, maar anders gaan we het gewoon vragen. Ja. Coax. Maar dit is 6 meter, dat is niet genoeg. Nee. Deze is 20 meter. Oh, dit is ook 20. Ik keek verkeerd. Er staat... 6 millimeter. Oh, de dikte is ja, dat. Ja, 6 millimeter, 20 meter. Ja. Ja, dat is goed. Ja, ze hebben hem niet kleiner ook. Dus dan doen we het zo. Waarmee gaan we dit knippen? Met een tang die ik nu ga halen. Dan heb ik die ook maar alvast. Deze hebben we ook nodig, een trekveer. 20 meter. Ik ben heel benieuwd. Ik heb schroeven nodig. En omdat mijn dingen goud zijn, wil ik ook gouden schroeven. Vind ik heel leuk dat je die dan los mag pakken hier. Ja, echt een soort snoepkraam. Ja, net een snoepkraam, ja. Oké, even pluggen kijken dan. Het is een holle wand, hè? Ja, maar je hebt hier ook multifunctionele pluggen. Anders moet ik even die derde vragen. Ja. Maar hier zit al een schroef erin. Maar ik wil wel goud. Dit is echt leuk. Net als in de supermarkt moet je je schroeven wegen. 12 cent? Ja, 12 cent. Kan het er nog vanaf? Heel schattig. Gebudgeteerd? Nou ja, het wordt wel moeilijk, hè? Het is wel duur allemaal. Ja, maar je mag ook van mij lenen anders. Goed, we zijn inmiddels weer terug. Ik heb dus die plankophangers gekocht. En een aantal schroefjes en pluggen. En natuurlijk de plank, de coaxkabel en een springveer. En mijn spiegels heb ik eventjes uit de berging gehaald. Ik ben heel benieuwd... of dit allemaal gaat lukken zoals ik het in gedachten heb. Maar ik denk dat we hem even vast moeten houden om te kijken hoe hoog je er wil. Denk je dan niet? Ja. Ja, want ik moet er wel zelf in kunnen kijken. Ja. Maar, hij moet altijd iets hoger, want jij bent heel het ook voor dat de sier een beetje. Zeggen, oh, sorry, ja. Ja, ik zou hem ietsje hoger doen. Ik zou dit denk ik doen. Ja. Zoiets. Want dan... ja, toch? Want dit is een beetje een normale hoogte, vind ik wel. Ja, dat denk ik ook wel. Maar kan je eerst een stukje aan de bovenkant zetten, dat je dat het hoogste punt is? Misschien even met de pen en met de stift. Doorheen. Ja, maar hierachter is het heel hard. Kan ik daar wel... Zit daar niet die tegel? Ik durf niet te kijken. Nee, daarachter zit gewoon muur echt. Zit daar ook geen leiding of zo? Dat weet ik niet. Ja, ik ga er gewoon voor. Ja, doe maar. Ik heb niet meer. 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 Ik heb niet meer
Ja, hoe kan dit nou? Ja, opeens weer serieus, oké. Ja, klaar. Ja, maar dan moet je alsnog gewoon een normale plug in, hoor. Waar is die andere plug? Heb je die daar ook? Ja. Komt die een beetje diep? Nee. Hoe kan je het een beetje timmeren er tegenaan? Nee, want als ik er niet met de kaas ga, als ik er niet met de klopboor doorheen kom, dan kom ik er ook niet met een hamertje van... zo'n meisjeshamer doorheen. Nou, dat vind ik echt niet genderneutraal. Maar wat is dan je oplossing? Want dat betekent dat we niks hier kunnen ophangen. Ja. Dit moet gewoon kunnen, hoor. Ja, maar het kan echt niet. Ja, dan... Zal ik kijken of ik ietsje lager kan boren. Of ietsje hoger. Ja, nee, dat kan dan ook niet, denk ik. Nee, maar waarom? Ja, hier, voel maar met de spijker. Dan voel je zelf het materiaal, zeg maar. Dit is een schroef voor even. Ja, ik bedoel, dit is metaal. Ja, maar wat is dat dan? Ja, misschien toch een leiding. Even een update. We kunnen hier dus nu niks boren. Ik heb ook even met een paar spijkertjes eronder en ernaast gevoeld of die er wel in kunnen. Maar dat kan ook niet. Dus ik verwacht dat er daar een leiding zit of zo. Ik heb geen idee. Maar er zit iets metaal of ijzer of loodachtigs. Ik heb geen idee wat voor materiaal het is. Waardoor je dus niet... daar kunt boren. Je komt er gewoon letterlijk niet doorheen. Dus we gaan door naar project 2. Ja, de coax-kabel trekken. 1 was alvast een succes. Jouw idee was nog om... Laten we eerst een succes ervaren. Ja, daarna... Ja, echt. Ik zei nog, ja, we moeten inderdaad eerst de spiegel doen. Want dat lukt sowieso. Dan hebben we een succeservaring. En dan... Oh, meid. En dan kunnen we er helemaal tegenaan. Maar goed, dit was dus niet echt een succeservaring. Nee, jij moet in de meterkast. Jij maar in de meterkast. Staakje. Moet jij kijken welk draadje er gaat bewegen? Stop! Oké. Maar, doe het wel even zachtjes. Het trekt zo hard! Ja, stop. We kunnen of hem helemaal eruit halen en de trekveer erin doen, of we kunnen het eerst proberen aan dat draadje te doen. Dit snoer aan dat draadje te maken. Heb jij dat wel eens gedaan? Nee, maar... Ja. Jij zegt altijd dat ik ambitieus ben. Maar jij kan er ook wat van. Ja, dat had ik dus ook. Maar misschien... Maar hij is langer dan we nodig hebben. Hè? Dus het is een beetje trial and error dit. Misschien moet je zo knepen, dacht ik misschien. En dan weer een korte slag. Of dat ja, dat deed ik net oh, zo. Nee, ook. Dat was ook mijn tactiek, maar toen kneep ik dus ietsje te hard, denk ik. Maar dit is wel even een korte. Ja, maar dit was even om uit te proberen. Ja. Maar ik denk, ja, je moet hem dus draaien. Oké, een groter stukje. Ja, gewoon zo. Maar gewoon een aardig stuk hoor. Maar zo? Nou, dit is niet zo. Maakt niet uit. We kunnen het altijd inkorten, maar we kunnen het niet langer maken. Hij moet helemaal eruit. Ja, maar dat is 9 meter, hè? Dus het duurt nog wel even. Je hebt echt nu 3 centimeter gedaan. Kijk maar, hoe? Waar ga je? Nee, dit gaat niet passen. Oké, laat maar los. Stop maar, stop maar. Ik moet het even anders bevestigen. Okay. Ja, ik denk toch uiteindelijk het beste met dit de trekveer kunnen doen. Ja. Oké, okay, nou nu is de kabel eruit en moet de coaxkabel er nog in. Dus die gaan we even met de trekveer er doorheen jassen. Nou, nu moet dus de springveer erin. Daar gaat hij. Maar natuurlijk, al die springveer op mij. Ja, ja, ja! Ik zie hem! Ja, ja, ja! Yes! Even wachten. Volle maan vanavond, hè? Ja. Ja, ja. Had ik gezien. Ja. Ja, dit moet nu dus door de muur heen. Wij denken dat het gaat lukken. Oké, okay. Succes, Kim. Nou, jij ook succes met trekken. Dank je. Oké, okay, er gaat hij dan. Ja? Ja. Lukt dit? Ja? Ja, kom zo voorzichtig. Ja, dan gaat het. Doe maar. Hij zit, ik kan niet trekken. Wacht even dan. Kan je iets duwen? Dus dan kan je niet trekken. Probeer je nog eens, voorzichtig. Trekken? Ja. Nee. Ja. Dus dat harder?
snap niet waarom het niet zou lukken namelijk. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, heel goed, Lot. Heel goed. Yes. Oh nee, dan gaat niet verder. Ik duw hoor. Ja, ik trek. Oh, strek iets terug. Oké, okay, stop. Gaan we het nog een keer proberen, ja? Ja! 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 Oh my god, dit is awesome! Wow! Dit is echt cool! Ja, hè? Ja, dit vind ik heel cool. Het is gewoon gelukt! Kijk mijn handen. Ja, kijk mijn handen. Lekker smerig. Maar ja, oké. En nu? Nou, daar is hij dan, de coaxkabel. We zijn super trots dat het is gelukt. Maar nu komen we even niet verder, want hier moet een stekkertje aan. Die heb ik ook gekocht. Maar we snappen niet hoe we het moeten bevestigen. Het is dus nog niet helemaal gelukt met de coaxkabel, want we krijgen het stekkertje niet in het stekkerdoosje. Maar dat komt nog wel. We hebben nu geen tijd meer, want Sheila is vanavond jarig. Dus we gaan gezellig een avondje met de meiden op stap. Maar to be continued.